hier ben ik weer, Delyla Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je mij ook een bedankje sturen als je mijn video's ondersteunt en dat je, als je mijn video's leuk vindt. Dan heb je hier beneden aan de video een linkje van YouTube en er staat op bedankt. En dan kun je mij een bedankje sturen. Werkt deze link nou niet, wil je het graag op een andere manier doen, dan heb ik een linkje in de beschrijving en in de reacties gezet om het op een andere manier te doen. Nou, lieve mensen, alvast heel erg bedankt voor de bedankjes en dat jullie mij supporten en dat jullie mijn video's liken, dat jullie mijn video's delen. Alle lieve reacties die ik allemaal krijg. Of de vragen die ik krijg. Lieve mensen, ik hou van jullie. Echt heel erg veel. Echt. Jullie zijn toppers. En ga vooral zo door. We zijn allemaal super goed bezig. En wij gaan allemaal naar de wereld die we ons wensen. Nou, wat ik natuurlijk heel erg belangrijk vind. Ik krijg ook wel eens de vraag van. Goh, heb jij ook iets voor kinderen? En jazeker, ik heb iets voor kinderen. Ik heb ook iets prachtigs heb ik gemaakt. Ik heb een super coole poster gemaakt en voor kinderen om meer zelfvertrouwen te krijgen en meer geloof in zichzelf te krijgen, van zichzelf te houden, beter kunnen leren. Eigenlijk helemaal zoals een kind zich hoort te voelen. Positief en bruisend in het leven. En hang deze poster gewoon op waar je kind het regelmatig kan lezen. Kan je kind nog niet lezen? Joh, lees het samen met je kind op. Of lees het voor aan je kind. En het is fantastisch. Het heet Het Goddelijke Kind. En ik zal hier een paar affirmaties voorlezen. Het is een affirmatieposter om jezelf dus opnieuw te programmeren. Of in ieder geval te programmeren. Zoals je hoort te zijn met liefdevolle dingen. Nou, ik ben een goddelijk kind. Ik ben veilig en onbevreesd. Ik ben nergens bang voor. Ik ben sterk. Ik kan heel goed leren. Ik kan alles en alles wat ik nog niet kan, dat kan ik leren. Nou, dat is ook heel belangrijk, hè? Want heel veel dingen worden vaak ontkracht. Ik kan niet, of het lukt niet, of het gaat niet. Nou ja, het kan niet, bestaat niet, hè? Dat ruimt ook zo lekker en dat is ook echt zo. Maar een kind kan alles. Je kan alles bereiken wat je maar wilt. Ik ben perfect, slim, knap, sterk en blij. Ik vertrouw altijd op God in mij. Ik ben een engel. Ja, dat je veel van jezelf gaat houden. Dat je jezelf inderdaad een engel... Ja, als je bent een engel en dan ga je er ook naar leven. Ik hou van mezelf. Ik ben een gelukkig kind. Mijn leven is leuk en gemakkelijk. Ook heel belangrijk, hè? Dat je... van jezelf gaat houden. Ik hoor wel eens kinderen die dan tegen zichzelf zeggen, ik vind mezelf niet leuk. Nou, als je jezelf dus niet leuk vindt, hoe kan een ander jou dan ook leuk vinden? Als je er zelf al van overtuigd bent, snap je? En het is niet dat niemand je dan ineens weer leuk vindt, maar je gaat wel een beetje twijfels krijgen. Het is vooral de intentie, hè, die je uitstraalt. Het is niet dat jij dat hardop zegt en dat iedereen dan bij je weggaat, omdat je zegt, oh nee hoor, ik vind je wel leuk of lief, nee. Als jij overtuigd bent dat jij dat niet bent, dan ga je ook iets uitstralen. Snap je? Een onzekerheid of een angst of weet je. En kinderen zijn nog heel erg gevoelig voor intenties en voor trillingfrequenties of gevoel. Ze leven heel erg op hun gevoel en ze zijn ook vaak heel eerlijk. Dus als jij dat denkt, dan zullen ze je vaak ook bevestigen op wat jij denkt. En dan heb je het nog niet eens uitgesproken. Dus dat is wat jij innerlijk denkt. En daarom is het zo belangrijk om je kind echt steeds tegen zichzelf te zeggen. Dat het van zichzelf moet gaan houden. En zichzelf leuk vindt. En hier heb ik ook eentje. Hier heb ik ook een affirmatie. Ik volg altijd mijn gevoel. En ik doe altijd het juiste. Ik ben een lief en leuk kind. Iedereen houdt van mij. Ik heb veel vriendjes en vriendinnetjes. Ja, ook al is het niet zo. Misschien dat het niet zoveel vriendjes of vriendinnetjes hebben. Maar het is heel belangrijk. Dat het zich naar zich toe trekt. En daar heb ik ook zo meteen een heel leuk boek voor. En voor kinderen. Dat ga ik jullie ook zo meteen vertellen. Alles wat ik wil en mijn wens komt in vervulling. Ik ben rijk en dankbaar voor mijn fijne leven. Nou, zo heb ik heel veel affirmaties hierop staan. Zo om je kind dus te programmeren. Met positieve energie. Met liefde. En leuke dingen. Nou, kost maar €9,95. Heb ik bij mij op de website beschikbaar. www.delylateunis.nl. Hier kun je het bestellen. Daarnaast hebben we nog een heel erg
goed boek. Heel leuk geschreven ook. Helemaal te begrijpen voor kinderen. Er zitten ook missies in die je kunt gaan doen. Het is van Justin Fink en er staat: word de sterkste magneet op aarde. Nou, dit gaat natuurlijk over de wet van aantrekkingskracht. Ja, hoe jij als kind alles naar je toe trekt wat je je wenst. Het is een heel simpel begrijpend lezen geschreven. Het geheim van je hersenen, hoe jij jouw dromen kan laten uitkomen, de ademtrucs en het plan. Nou, ademtrucs zijn ook heel belangrijk, want ja, kinderen die hebben natuurlijk krijgen helemaal niet geleerd eigenlijk hoe ze moeten ademen. Ze ademen wel gewoon zoals elk kind. Iedereen moet ademen, maar het ademt gewoon half. Het ademt niet goed door. Dus veel kinderen ervaren stress, allerlei spanningen in hun lijf, school, alles wat ze moeten en dan alle clubjes waar ze naartoe moeten. Huiswerk wat er allemaal gemaakt moet worden. Misschien wel de ellende van thuis of iets wat ze meekrijgen. Kinderen echt heel belangrijk om goed te leren ademen. Daarmee haal je alle stress uit je lijf. Daarmee gaan je hersenen zuurstof krijgen. Dan kunnen ze beter leren. Dus het is echt een heel leuk boek. Nou, ik zal hier het een en ander voorlezen. Wat is het plan? Het plan bevat 52 weekplannen die je laten ervaren hoe jij jouw dromen kan laten uitkomen. Voordat je begint aan het plan. 1. Lees een brief speciaal voor jou. 2. Ontdek missie 1, 2, 3 en 4. 3. Voer alle opdrachten en trucs uit. Nou, het is een heel leuk samengesteld boek. Hier, kijk hoe leuk het eruit ziet. Magneetjes, dat je een magneet bent. En daarmee al je kind kennis laten maken met de wet van aantrekkingskracht. Dat je dus een magneet bent, dat je alles naar je toe kan trekken wat je je maar wenst. Nou, hier staat dus een brief speciaal voor jou. Beste toekomstige sterkste magneet op aarde. Wat heb jij een geluk dat je dit boek gekocht, gekregen of misschien wel gevonden hebt. Want stel je eens voor dat je alles kan bezitten, alles kan zijn wie je maar wilt en dat je alles zou kunnen wat je maar zou willen. Hoe vet zou dat zijn? Denk daar maar eens over na. In dit boek maak jij een reis naar belangrijke informatie om dit waar te kunnen maken. Deze reis bestaat uit 4 missies. Missie 1 is de ontdekking. Missie 2 is jouw eigen ijzer maken. Missie 3 luchtje scheppen. Missie 4 is het plan. Tijdens deze missies kom je tot allemaal nieuwe ontdekkingen. Zo krijg je bijvoorbeeld te maken met informatie, verhaaltjes, opdrachten, testjes, handige trucjes en nog veel meer. Kinderen kunnen alles bereiken wat ze maar willen. En daar moeten ze van overtuigd raken, heel belangrijk. Waarschijnlijk is het jou al een beetje opgevallen, maar dit boek is dus niet zomaar een boek. In dit boek zal jij regelmatig te maken krijgen met testjes, opdrachten en handige trucjes. Af en toe zal je dus aan het werk gaan om verder te kunnen in de missie. Om dit allemaal te kunnen voltooien, mag jij in dit boek schrijven. Ja, ja, je leest het goed. In dit boek mag je schrijven. Bij missie 4 is het helemaal de bedoeling dat je in dit boek schrijft. Maar hier kom ik later bij je op terug. Leuk, hè? Ontdek in je reis door dit boek de 20 brieven. Deze 20 brieven zijn belangrijk. Door de brieven te lezen maak je stappen om uiteindelijk de sterkste magneet op aarde te worden. Lees de brieven dus goed. Een brief vertelt jou bijvoorbeeld hoe ver je bent, wat er op je staat te wachten of wat jou wordt aangeraden. Het kan van alles zijn. Deze brief die je nu aan het lezen bent, is de eerste van alle 20. Naast alle 20 brieven vind je op bijna elke pagina in dit boek een verfstreep en een uitroepteken. Deze verfstrepen en goudkleurige uitroeptekens laten je weten dat de tekst die erbij staat heel belangrijk is. Onthoud dit goed. De sterkste magneet op aarde word je niet zomaar. Om dit te worden moet je alle missies plus brieven lezen en uitvoeren. Ik kan je beloven dat de missies plus brieven uitdagend en leerzaam zijn. Neem voor het lezen van de missies plus brieven rustig de tijd. Doe het op je gemak en zet er geen haast achter. Kom je er toch eventjes niet uit en vind je een missie of brief lastig, lees de brief dan opnieuw. Daarna zal je het snappen. Hier wordt dus helemaal uitgelegd dat je een computer bent. Hoe de hersenen dan werken. Helemaal in kindertaal. Heel erg leuk. En zodat kinderen het simpel begrijpen hoe je dingen naar je toe kunt trekken. Dus missie 1 is de ontdekking. Hersenen zijn een computer. Nou,
bewuste bestandjes dat je dus kan downloaden in je hersenen. Ook deze bestandjes hebben een speciale naam, namelijk bewuste bestandjes. Wist je dat? Stel je voor, je hersenen maken op één dag 100 bestandjes open. Dan zijn 95 bestandjes opengemaakt, zonder dat je het doorhad, onbewust. En zijn 5 bestandjes eerst door je hersenen gecontroleerd, bewust. Mooi hè? Dus heel vaak maak je hersenen bestandjes open zonder dat je het doorhebt. Het zijn bekende bestandjes voor jouw hersenen die al heel vaak zijn opengemaakt. Voorbeelden zijn van zulke bestandjes zijn bijvoorbeeld aankleden, het smeren van een broodje, fietsen, lopen, rennen, schrijven, ademen. Dat zijn eigenlijk allemaal al makkelijk. Hè? Er is een truc om je hersenen sterker te maken. Wanneer je het woord niet hoort of gebruikt, is het de bedoeling dat je meteen denkt aan wat je wel wilt. Probeer je hier zo goed mogelijk op te concentreren. Wanneer je in aanraking komt met het woord niet, je kan dit je hele leven toepassen en het zal je bij veel dingen helpen. Zorg ervoor dat wanneer je binnenkort het woordje niet hoort, je gedachten volledig gericht zijn op wat je wel wilt. Dus hiermee herinneren ze dus dat je dus, ik kan niet, het gaat niet, het lukt niet, ja, dat dus afleert. Ik kan wel, het lukt wel, het gaat wel. Denk bijvoorbeeld niet aan, ik hoop dat ik niet weer een onvoldoende haal voor die toets. Maar wel aan, ik ga een voldoende halen voor die toets. Of, ik hoop dat ik de wedstrijd niet ga verliezen. Nee, ik ga de wedstrijd winnen. Ik moet oppassen dat ik niet val. Nee, ik zal ervoor zorgen dat ik blijf staan. Doe dat nou niet. Je kan het beter op deze manier doen, dat klinkt beter. Of, die belangrijke kans wil ik niet laten lopen. Nee, ik pak die belangrijke kans met beide handen aan. Of, ik weet niet zo goed of ik het kan. Nee, ik ben ervan overtuigd dat ik het kan. Dat is wat je dus tegen jezelf moet zeggen. Zo ziet het er dan uit. Superleuk! Deze vaardigheid heb je nodig om de sterkste magneet op aarde te worden. Nou, dus hier krijg je dus allerlei testjes. En hier wordt het uitgelegd. Hè? Hier zie je dus dat ieder mens, al die kindjes, allemaal magneetjes zijn. En wat wij dus uitroepen, op onszelf afroepen. Ja? Dus heel leuk om op hele kinderlijke taal, weet je nog, oefenen, oefenen, oefenen. Je zult vast wel een moeilijk trucje hebben die jij heel goed kan. Een salto op je handen staan, een trucje op het klimrek, jongleren, heel lang hoog houden met een bal. Of kan jij heel goed op je vingers fluiten, denk er maar eens over na. Wat jouw trucje ook is, jij hebt er eerst voor moeten oefenen. Na vele malen proberen en wat fouten te hebben gemaakt, kan jij nu dat ene moeilijke trucje. Dat ene moeilijke trucje die jij heel je leven kan en nooit meer zal verleren. Helemaal veilig opgeslagen bij al je andere bestandjes. Als jij een magneet zou zijn, dan was op dat moment jouw ijzer, jouw moeilijke trucje onder de knie krijgen. Actie, veel oefenen. Ja, dus als je gewoon oefent, dan zul je zien dat het lukt. Dan ga je bijvoorbeeld al zeggen, het kan niet, het lukt niet, het gaat niet en het zal me nooit lukken. Ja, dan krijgen je hersenen ook niet de voeding dat het wel gaat. Nou, ik raad dit boek absoluut aan. Want het is een heel leuk boek en dat kun je ook samen met je kinderen doen. Er bestaat, wat ik weet, niet zo'n boek. En mochten jullie dat wel hebben gevonden, laat me dat weten in de reacties. Want het is heel goed en heel belangrijk dat kinderen juist deze prachtige kennis juist meekrijgen. Nou, lieve mensen, dit is eventjes wat ik met jullie wilde delen. En daarnaast is er dan nog heel leuke tekenfilm, hè, wat ik vorige keer al in mijn video's zei. The Magician's Elephant staat op Netflix. Een hele mooie film. En je hebt daarnaast natuurlijk ook nog Celestijnse Belofte. Maar alhoewel het niet echt heel erg voor kinderen is. Je hebt niet zo heel veel voor kinderen op spiritueel gebied. Ik ben ook nog bezig met kinderboeken te schrijven. Gewoon leuke verhaaltjes die je dus ook aan je baby's kan voorlezen. En allemaal dat soort dingen. Want ja, hoe meer we hiervan weten is natuurlijk hoe prachtiger het is. En als je kinderen al helemaal blij opgroeien. Jongens, dan moet je alleen maar dankbaar wezen dat je deze kennis hebt. En dat je die gekregen hebt. Nou lieve mensen, dit is wat ik met jullie wilde delen. Dit boek kun je dus bij mij op de website bestellen. www.dileilateunis.nl
Ook de poster kun je bestellen bij mij op de website www.dilailateunis.nl. En ja, ga vooral zo door om je kinderen de wijsheid mee te geven. Binnenkort zal ik hier ook nog veel meer leuke video's delen voor kinderen. Samen met mijn zoontje, want wij hebben allemaal wel heel veel leuke ideeën. Hij heeft ook nog zijn eigen YouTube kanaal. Staat nog niet zo heel veel op. Maar we zijn ermee bezig en ik zal het ook hier op een vrijdag of zo leuke dingen posten voor kinderen. Want ja, we gaan natuurlijk onze kinderen deze wijsheid meegeven. Nou, lieve mensen, ik hou van jullie. Bedankt voor het kijken, voor het delen, voor het liken, voor de leuke bedankjes. En ga allemaal vooral zo door. Hou van jullie. Doei!